Op de A28, de hoogte van Harderwijk, wordt het asfalt vervangen. En dat betekent voor automobilisten, maar ook voor ondernemers, een weekend vol ellende. Goedenavond. Zij heeft de keuring goed doorstaan, maar mag niet autorijden. Willy Egbers uit Arnhem wacht al maanden op zijn nieuwe rijbewijs. Het gaat om een A4'tje met 50% tekst. Dat kunnen ze toch in een paar dagen of voor mij dan in 8 dagen produceren. En we hebben geen kennis meer van onze apparaten. En dus gooien we ze weg als ze haperen. Jammer, want repaircafés bieden vaak uitkomst. Nu komt het echt voor, dat is maar een klein onderdeeltje voor 10 cent of zo. Dat wordt gerepareerd en dan kan het koffiezetapparaat nog jaren mee. Door grootschalige werkzaamheden is de snelweg A28 dit weekend ter hoogte van Harderwijk in 1 richting afgesloten. Wie vanaf Zwolle naar Amersfoort wil, moet omrijden. En dat is natuurlijk vervelend voor automobilisten en voor ondernemers. Het is druk vanmorgen op de weg in Harderwijk. Heel druk zelfs. En dat komt hierdoor. Een deel van de A28 is helemaal dicht. Tussen Zwolle en Amersfoort is de snelweg van afrit Lelystad tot aan afrit Harderwijk-Zuid afgesloten. Er is een omleidingsroute ingesteld over de Centuurbaan en de Groene Zoomweg. De afsluiting geldt het hele weekend. Omwonenden zijn blij dat de snelweg wordt aangepakt. Ja, natuurlijk ben we er blij mee. Vooral de vrouw van mij, die heeft nog akelig last van het geluid. Het nieuwe asfalt moet de geluidsoverlast reduceren. Maar intussen staat het flink vast. En dus moet deze verkeersregelaar eraan te pas komen om de boel in goede banen te leiden. De wegafsluiting is ook vervelend voor de restauranthouders langs de A28 bij Strandhorst. Ja, voor ons is dat zeker nadelig, want 60-70% komt zeker van de snelweg op wat hier komt eten. Dus wij missen daar wel heel veel omzet van. Hoeveel geld scheelt dat voor jullie? Nou ja, toch wel een paar honderd euro per dag, een paar duizend misschien wel. Dus dat is gewoon een gemiste kans. De afsluiting is nog het hele weekend en ook volgend weekend is de boel nog dicht. Willy Egbers is helemaal klaar met het CBR. De 74-jarige Arnhemmer werkt ondanks zijn leeftijd nog altijd, maar wacht al maanden op zijn nieuwe rijbewijs. Sinds vorige week kan hij geen kant meer op, omdat zijn oude rijbewijs is verlopen. Dit is Willy Egbers, 74 jaar en nog elke dag druk met werken in de koel- en vriesinstallatie. Tot nu. Hij kan niet meer werken omdat het CBR volgens hem te lang heeft gedaan over het verlengen van zijn rijbewijs. Nou, ik ben al vanaf half december bezig om een rijbewijsverlenging te krijgen. Ik ben op 25 januari al goedgekeurd. En het is eigenlijk te absurd voor woorden, maar ik heb nog steeds geen eigen verklaring retour gekregen. En ik heb alles netjes aangetekend verzonden. Met die eigen verklaring bedoelt Egbers de gezondheidsverklaring die mensen moeten invullen bij het CBR of ze nog wel goed genoeg kunnen deelnemen aan het verkeer. Het gaat om een A4'tje met 50% tekst. Dat kunnen ze toch in een paar dagen of voor mij dan in 8 dagen produceren. Maar kennelijk is dat niet aan de orde bij hun. Nou, ze krijgen gewoon voor elke dag 8 uur maal een x-bedrag een factuur wat ik misloop. Het CBR laat in een reactie weten dat ze contact hebben met Egbers. En dat als hij schade heeft, dat hier zorgvuldig naar gekeken wordt en indien gecompenseerd. U bent 74 jaar oud. Waarom stopt u niet gewoon? Nou, omdat ik het gewoon veel te leuk vind. Ik wil niet achter de graniums gaan zitten. Kapotte spullen zijn heel vaak gewoon nog te maken. We weten alleen niet meer zo goed hoe. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Repair Café. In Opheusden weten ze daar alles van. Hij leek zijn laatste adem te hebben uitgeblazen, maar nu ligt de stofzuiger toch nog op de operatietafel. Dan kun je eerst even doormaken. Kunnen we doen, hier. Kom maar. Hij is in vakkundige handen van de vrijwilligers van het Repair Café. Een Nederlandse stichting met inmiddels 1800 locaties over de hele wereld. Een hoop spulletjes zijn te repareren en mensen gooien het zomaar weg, terwijl het zonde is. En dat het met een kleine reparatie het nog een hele tijd mee kan gaan. Dat is dan jammer. Uit onderzoek blijkt dat gebrek aan kennis de reden is dat mensen spullen weggooien. En dat staat volgens de onderzoekers het overheidsdoel om in 2050 een circulaire economie te zijn in de weg. In ieder geval even afwachten nog. En dragen lokale initiatieven eigenlijk bij aan het grotere overheidsdoel? Ik denk van wel, ja. Nu komt het echt voor. Dat is maar een klein onderdeeltje voor 10 cent of zo. Dat wordt gerepareerd en dan kan het koffiezetapparaat nog jaren mee.
En dat geldt ook voor de stofzuiger. Hé, hey, hij doet het. Goed werk, Lonne. Ja, van uitrusten is geen sprake. De volgende patiënt ligt alweer op de operatietafel. Hoe ziet een uitvaart eruit in pakweg 2040? Nou, behoorlijk anders dan nu. Zo gaan we bijvoorbeeld elektrisch cremeren. De ruimte wordt verwarmd, waardoor het lichaam en kist tot ontbranding gaan komen en uiteindelijk vergaan tot as. Het succes van het Achterhoekse duo Suzanne en Freek houdt maar aan. Na een gouden plaat heeft het duo nu ook een platinaplaat aan de muur hangen. Suzanne en Freek hebben de platinaplaat gekregen omdat hun hit Als het avond is maar liefst 12 miljoen keer is gestreamd. Ze staan deze week bovendien opnieuw op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Het thema duurzaamheid speelt een steeds grotere rol op Gelderse festivals. Zo wil de organisatie van Festivate in Deil dit weekend een stap in de goede richting zetten door fijnstof te lijf te gaan. De fijnstof wordt veroorzaakt door dieselgeneratoren die zorgen voor stroom op de vaak afgelegen terreinen. Maar Festivate heeft daar iets op gevonden, een soort luchtfilter. En dat is een primeur in Nederland. Hier zie je de ultrafijnstofdeeltjes die afgevangen zijn op het frame van de Pomares. Dit is de roet die normaal ze inademen op een festival. De Oranje Leeuwinnen hebben gisteravond in een uitverkocht Gelderdoom Mexico met 2-0 verslagen. En hoewel de avond mooi begon, liep het voor diverse voetbalfans op een fikse kater uit. Er werd tijdens de wedstrijd ingebroken in verschillende auto's rond het stadion. Twee voertuigen aan de Zeegsingel waren het doelwit van autodieven. En ook werd ingebroken in drie wagens in parkeergarage Kronenburg. De politie sluit niet uit dat meer voetbalfans getroffen zijn en roept mensen op om aangifte te doen. In de gemeente Lingewaard komt volgend jaar een elektrische crematieoven. Dat meldt uitvaartorganisatie Dela, die plannen heeft om een nieuw crematorium in Bemmel te bouwen. De uitvaartbranche is sowieso bezig met verduurzamen. Naast nieuwe technieken worden ook nieuwe materialen geïntroduceerd. Je toekomstige crematie of je toekomstige begrafenis. Niet iedereen denkt er in het leven al over na. Maar er gaat veel veranderen. Niet alleen het materiaal, de kist bijvoorbeeld, maar ook nieuwe technieken worden geïntroduceerd. Elektrisch cremeren. Uitvaartorganisatie Dela is daarmee bezig en binnenkort wordt de eerste elektrische oven verwacht. We gaan een crematorium bouwen met een uitlaatcentrum aan de Karstraat hier in Bemmel. Elektrisch cremeren is in feite hetzelfde als cremeren met een gasgestookte oven. De brandstof is anders, de warmtebron is anders. De ruimte wordt verwarmd waardoor het lichaam en kist tot ontbranding gaan komen en uiteindelijk vergaan tot as. Dat is in een gasoven hetzelfde als in een elektrische oven. Elektriciteit moet ook opgewekt worden? Binnen Dela hebben we al onze elektriciteit kopen wij groen in. Niet alleen elektrisch cremeren wordt geïntroduceerd. Uitvaartorganisatie Yarden denkt aan resumeren, het oplossen van lichamen. Maar daarvoor moet nog eerst de wet worden aangepast. In Amerika gebeurt dit al in zo'n apparaat. Lichamen lossen dan op door het water te koken. Een zeepachtige chemische substantie wordt toegevoegd. En uiteindelijk heb je dus gewoon een stof die achterblijft waar de familie nog wat mee kan doen. Pure white calcium phosphate. In Geldermalsen leggen toekomstige uitvaartbegeleiders vandaag een examen af. Wat zeggen zij van de ontwikkelingen? Op zich heb ik tegen de techniek helemaal niks, hè, het oplossen van een lichaam. Wat ik bedenk is, wat zijn de milieueffecten? Elektrisch cremeren, wat vindt u daarvan? Nou, dat lijkt me voor de natuur lijkt me dat een heel zinvol iets. De keuze van materialen verandert ook. Dit is de duurzaamste kist. Dit is van hout en Nederlandse bossen. Dichtbij, weinig CO2-uitstoot. De doeken die worden gebruikt bij een natuurbegrafenis. Deze linnendoek is bijvoorbeeld goed afbreekbaar. En deze katoenen doek, wade, is minder goed afbreekbaar omdat het chemisch gekleurd is. Een uitvaartkist van een ontwerper is er ook. €4.000 kost dit exemplaar. Ontworpen door Jacob Jensen en wij variëren onze uitvaartkisten tussen de €400 en €4.000. De glimmende kist is niet duurzaam, maar ook dat kan nog steeds in 2019. Ja, wilt u meer weten over resomeren, het oplossen van lichamen? Luister dan naar onze nieuwe podcast, Zo leven jij en ik in 2040. Te vinden op onze website gld.nl. Verhalen van vroeger. Niet elke middelbare scholier kent ze. En zeker de lokale historie dreigt verloren te gaan met de generaties. In Elburg willen ze daar verandering in brengen. In een bijzonder project schrijven scholieren een boek over de belevenissen van ouderen uit hun gemeente. Nou, wel is me opgevallen dat ze toch eigenlijk zo heel weinig van de oorlog zelf weten. Vooral van de slag om Arnhem.
wat hier ons op de Veluwe aangaat. En dat is precies de aanleiding voor dit project. Scholieren uit Elburg gaan in gesprek met ouderen om lokale verhalen van vroeger levend te houden. We hebben daarvoor onze leerlingen op pad gestuurd om een interview te gaan houden met een aantal van die ouderen die wat te vertellen hebben over Doornspijk bijvoorbeeld, waar we nu zijn. En daar vervolgens een artikel van te maken om dat ook in een boek te gaan publiceren. Een boek dus, geschreven door leerlingen, gevuld met de verhalen van ouderen. Verhalen over de lokale geschiedenis. Over de oorlog en over de bar of discotheek in Doornspijk. De ouderen vinden het een bijzondere ervaring om hun verhaal te mogen vertellen aan jongeren. Heel mooi. Ze waren ook heel geïnteresseerd. Niet dat ze zeggen, nou, dat slaat niet aan, maar ze vonden het waren toch wel diep onder de indruk. Ze kunnen er eigenlijk niet zoveel meer van begrijpen hoe het toen was voor ons in Nederland, hè? Om bij de oorlog betrokken te zijn. Met de kerstdagen kijken we al niet meer op van het fenomeen. Lekkers inzamelen om mensen met een smalle beurs fijne feestdagen te bezorgen. Maar waarom zou je zoiets eigenlijk niet met Pasen doen? Dat vroeg zich een groepje Arnhemmers af. En ze voegden de daad bij het woord. En vandaag al ging weer voor het derde jaar de paasinzameling van start. Goedemiddag. Ja. U gaf net aan dat u ook wat wilde geven. Hartstikke leuk. We zijn heel erg blij met bijdragen voor de actie. En wat is het geworden? We kennen het van kerst. Om ook met Pasen te kunnen genieten van een lekker paasontbijt, worden buurtbewoners in Klarendal gevraagd extra producten te kopen voor de gezinnen die het niet zo breed hebben. Want ook met Pasen is dat meer dan welkom. Nou, we hebben nou weer een lange winter gehad. En dan is het toch, zijn mensen over het algemeen niet zo vrolijk. Maar als je ook nog een keer in de schulden zit en allerlei dwangbevelen binnenkrijgt. En op zich niet dat ze met een paar chocolade eitjes, zeg maar, dat ze dan weer boven Jan zijn. Maar het heeft ook wel te maken met de moed en het levensplezier weer terugvinden. En daarbij kan deze paasactie volgens John goed helpen, omdat er gevraagd wordt vooral luxere producten aan te bieden. Lekkere koekjes met chocola, een beetje de luxe dingen. Ja, verse broodjes, althans broodjes die je lekker af kan bakken. En bij het paasontbijt, dit is even kijken, lekkere jam, luxe jam. Wat heeft u nou gegeven? Allemaal houdbare dingen. Allemaal houdbare dingen. Dat was de bedoeling ook. Dat het, ja. Want waarom doen jullie hier mee? We willen heel graag altijd wat geven. En dus nu hadden we de kans, want we kregen zo'n kaart. Oh, nou, dat doen we weer. Krijgen het over 2 weken, krijgen ze hun tassen en dan hebben ze weer een glimlach en energie, moed om door te gaan. Dank u wel. Ja, krijgt u van ons nog wat weer. In Wageningen staat Britta van Gent. Ja, er stroomt momenteel steeds warmere lucht onze omgeving in. Maar dat ging vanochtend nog wel gepaard met het een en ander aan bewolking. Vrij lage bewolking was het ook. Het oogde een beetje grijs. Af en toe viel er zelfs een beetje lichte regen of motregen uit. Het was allemaal niet heel veel. En pas in de loop van de middag was het overal droog en kwam er op steeds meer plaatsen ook ruimte voor zon. Dat is een zwakke storing die eigenlijk al een hele tijd in de omgeving van Nederland ligt. Ene keer ligt hij wat meer richting het noordoosten, dan weer wat meer naar het zuidwesten. En vandaag lag hij dus pal boven onze omgeving. Vrij veel wolken dus, in de loop van de middag wel steeds meer gaatjes en uiteindelijk later vanmiddag dus dat wat heldere weer. En dat geldt ook voor vanavond en vannacht. We hebben dan mooie, heldere condities. Niet al te veel wind ook. Maar omdat we toch in die warmere lucht terechtkomen, wordt het geen hele koude nacht. De temperatuur blijft steken rond de graad of 8. En morgenochtend beginnen we dus al met relatief wat hogere temperaturen. Daarbij morgen ook nog eens de hele dag volop zonneschijn. Slechts af en toe een paar plukjes bewolking. Ja, en dan schiet die temperatuur natuurlijk omhoog. Op veel plekken uiteindelijk 21 graden. En met een beetje geluk hier en daar misschien zelfs 22 graden morgen. En daarbij niet al te veel wind. Dus echt een op en top lentedag morgen. Dat houden we echter niet heel lang vast. Maandag denk ik nog wel redelijk wat ruimte voor zon. Maar in de loop van de dag misschien ook een lokale bui. En daarbij dan nog steeds wel een graad of 19. En vanaf dinsdag zien we dan een omslag. Dan neemt de bewolking geleidelijk toe. De temperaturen gaan geleidelijk omlaag. Zowel overdag als ook in de nachten. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site een verhaal over een vrouw uit Brummen die ervan wordt verdacht samen met haar zus een proces in Nederland en Nepal te hebben beïnvloed. Ze zouden hebben geprobeerd hun broer te helpen die terecht staat voor het misbruiken van minderjarige jongens. Ik wens u nog een fijne avond.